Ja, toch wel samenhorigheid tussen de studenten en tussen de klasgroepen, toch? Dat is bijvoorbeeld een uitstap naar Maastricht. En dan word je eigenlijk verdeeld in groepen. En dan werk je aan een voorstel dat je moet uitwerken rond een bepaald onderwerp. Dan gaat het over sociale zekerheid, over defensie, zo'n zaken. En dan op de laatste 2 dagen wordt dat dan echt in een grote plenaire vergadering besproken met 200 leerlingen vanuit Nederland, uit België. Wordt erover gediscussieerd. Wordt een voorstel aangenomen of afgewezen. Maar er zijn ook projecten in Brussel, in het Europees Parlement zelf. Ik vond het destijds geweldig om te horen toen je op het vierde zat, dat je zei van ja, ik heb 200 man toegesproken in Maastricht. Hè. Dat is een geweldige levenservaring en heeft je ook het aha-effect beleefd van wow, wat is dat cool als je van al die mensen een applaus krijgt of je hebt dat gehoor te pakken. Als je dat aan mensen, die soort van attitudes kan meegeven, is heel waardevol, denk ik. De voornaamste voorbereiding denk ik dat het lyceum, dat eender welk een goede secundaire school kan geven, is attitude. Is kunnen uren ervoor gaan. Je passie ook een beetje leren ontdekken, want hij heeft ons daar ook gigantisch in verrast. Hij heeft Latijnse gedaan, dan wiskunde, wetenschap in de laatste 2 jaren. En nu gaat hij voor handelsingenieur. Hè. Misschien een beetje geroepen door hetgeen dat ik alle dagen doe, dat hem dat ook wel voor een stuk fascineert.